is al net zo met de meeste mannen. Soms ligt het aan de vorm van een hoofd of zit een spijkerbroek gewoon te strak gespannen. Maar zelfs al zijn ze prachtig om te zien, dan worden ze door iedereen aanbeden. Ik word er maar zelden warm of koud van, mijn adem wordt er nooit door afgesneden. Maar soms zie ik een vrouw waar ik op slag van hou, waar ik het allerliefste zomaar tegen zeggen zou. Mag ik naar die kijken in het volle licht, in een kamer met een bed en de gordijnen dicht? Mag ik je observeren van dichtbij zonder kleren en daarna liefdevol masseren, omdat ik van je. Vrouwen zeggen niet veel, ze kijken soms onaardig uit hun ogen. Ze doen dan net alsof ze heel wat zijn, of gedragen zich alsof ze alles mogen. Maar zelfs al zijn ze lief om mee te praten, nou, een goed gezelschap om mee uit te gaan. Mijn hart gaat er niet sneller meer van kloppen en het blijft er ook niet stil van staan. Maar soms zie ik een vrouw waar ik op slag van hou, waar ik het allerliefste zomaar tegen zeggen zou. Mag ik naar die kijken in het volle licht, in een kamer met een bed en de gordijnen dicht? Mag ik je observeren van dichtbij zonder kleren en daarna liefde vol masseren, omdat ik van je. Als ik ineens in vuur en vlam sta, stopt onmiddellijk de adem in mijn keel. Steeds als ik bemerk dat ik verliefd ben, word ik grenzeloos.